De deur gaat dicht en het licht is aan. Dat we in gesprek zijn. Dus laten we maar beginnen met de persconferentie na afloop van de wedstrijd Rode JC Kerkrade tegen Heerenveen. Er waren 15.470 betalende toeschouwers. En de trainer van Heerenveen, Ron Jans, die gaat zijn verhaal vertellen. Ja, sorry publiek dat er geen goals zijn gevallen. Want je kon wel zien bij beide ploeg dat ik vond dat de verdedigende discipline niet bij iedereen 100% was. Maar in balbezit wilden beide ploegen wel scoren. En er zijn heel veel kansen en mogelijkheden geweest om meer kansen te creëren. Maar vooral bij ons vond ik in de eerste helft dat met name de steekpaas was steeds te lang. Net op het verkeerde moment, net buitenspel. En daar hadden wij veel meer nog kunnen creëren, denk ik. In de beginfase hadden we het moeilijk, vond ik. Want we zijn met drie verdedigers gaan spelen tegen de twee spitsen. Maar dat betekent wel dat als de spitsen worden aangespeeld, dat twee van de drie in de dekking moeten staan. En als Jonker uitweek, dan kreeg hij te veel ruimte. En daarna vond ik dat wel beter voor elkaar. Nou, na rust kregen we meteen met Dellian Maat meteen al een kans. En de tegenaanval was weer een kans aan de andere kant. En dat zegt eigenlijk alles over deze wedstrijd, denk ik. Dat Boudor schiet op de paal, Bas Dost die raakt de paal. En kans aan beide kanten. Weinig in blessuretijd dat Bas net de bal mist. Ja, jammer dat het 0-0 is. Maar ik vind, ondanks dat er niet zoveel op het spel stond, dat er in ieder geval wel wat gebeurde om doelpunt te maken. En bij de ploeg hebben we wel hun sportieve plicht gedaan. En voor Brian van der Bussen ben ik hartstikke blij dat hij debuteert met een 0. Dat is toch heilig voor een keeper. En het is ook wel een beetje natuurlijk door de blessures. Maar ik vond deze wedstrijd ook wel mooi om blik in de toekomst te werpen met het invallen van Quinten Martínez en Tobias Kainz. Dank u wel. Aldus Ron Jans, Harm van Veldhoven. Eens kijken wat hij ons gaat vertellen. Nou, niet zoveel nieuws. Ron heeft dat goed verwoord. Ik vond inderdaad dat wij de eerste 20, 25 minuutjes de kansen kregen. Vooral Mats kreeg toch 2-3 goede mogelijkheden. Daarna kwam de wedstrijd wat meer in evenwicht en kregen zij ook hun mogelijkheden. En Ron heeft gelijk, er waren een x-aantal momenten waar wij in het middenveld niet in balans stonden. Dan zie je toch dat wij goed, met Scuba, met Jonker, met Jansen, met Hadouir soms te aanvallend staan. We hebben in die laatste fases van competitie hebben wij gespeeld om alles te winnen. Om toch nog een bepaalde dreiging uit te voeren naar misschien een AZ. Je ziet dat we daarin ook onze problemen kennen. Je moet natuurlijk in je aanvallend aspect het verschil dan kunnen maken. Want in de omschakeling, als de tegenstander dat kan, dan kom je ook daarmee in de problemen. En dan ligt het niet alleen aan de verdediging, maar vooral hoe dat je zelf wel of niet in je balans staat. Nou, dat was in de tweede helft, of de eerste helft, het einde niet zo geweldig. Daar heb ik ook al onder gesproken, onder de rust. Maar begon het direct heel moeilijk. En dat iets beter, dat deden we na eigenlijk de wissel. Dat hadden we weer wat dieper en dat Boudor erin kwam. Kregen we weer een x-aantal goede kansen met Jansen, maar het ging op en neer. Je zag inderdaad dat het eindelijk een einde seizoenswedstrijd was. De alle twee de ploegen wel iets wouden doen. Maar daarin alle twee wel vrede namen met bepaalde dingen. En dat overheerste ook een beetje aan zijn zijkant. Je kon iedere keer iets doen, je kon iedere keer opmerkingen maken. Je vond altijd dat er iemand niet genoeg bewoog om die laatste bal te geven. Ik had het gevoel dat er veel jongens toch donderdag al aan het kijken waren. En ik denk dat bij Heerenveen er ook een x-aantal dachten, het is toch nog ver terug. Dat gevoel had ik mee momenten. En dat is ook, het is ook ver terug. Maar zo herkende ik eigenlijk deze wedstrijd. En dan moet je dat ook een plaatje geven. En dan richt je in ons geval vooral weer naar donderdag toe. En ga je daar proberen naar Den Haag toe twee wedstrijden spelen waar je gewoon weer een ronde verder kunt. Want we zijn op een zesde plaats geëindigd. En over 34 wedstrijden een heel goed seizoen gedraaid. Dus daar kunnen we blij mee zijn. Maar nu moeten we natuurlijk weer opstaan en zorgen dat we een mooi einde aan kunnen maken. Aldus Harm van Veldhoven, dan zijn er vragen. Heren, hebben het weer fantastisch gedaan, er zijn geen vragen meer. Dan wensen we Heerenveen een goede thuisreis. Wij zien elkaar weer bij Roda JC op zondag 22 mei. En dan komt ADO op bezoek in de na-competitie. Bedankt, tot ziens. Succes, jongen. Fijne vakantie. Ja, dat is al over. Nee, dat is al over.